Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgesteld op 2 januari. Een neerslaggebied is vanuit het zuidwesten het land binnenkomen schuiven. En het regengebied dat trekt geleidelijk aan steeds verder naar het noorden. Het is over het algemeen lichte neerslag die hier valt. Maar goed, overal kan toch wel wat regen gaan vallen. Vanavond valt die neerslag met name in het noordoosten en dan koelt het ook flink af en er kan een lokaal natte sneeuw gaan vallen. En misschien komt het ook nog wel tot wat ijzel. Temperatuur die komt steeds lager uit in Groningen vannacht. En dat betekent dat er misschien ook nog wel lokaal wat droge sneeuw gaat vallen. Met andere woorden, het kan wit worden en ook flink glad worden. Vanmiddag is het nog regen overal. Temperatuur die varieert tussen de 3 graden in het noordoosten en 10 graden in het zuidwesten. Verder staat er een matige tot krachtige wind uit zuidoostelijke richting die het extra fris maakt. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk aan droog, maar in het noordoosten blijft het dus nog nat. En zoals gezegd, de temperatuur gaat onderuit en die daalt tot rond het vriespunt en later zelfs tot onder het vriespunt. En dan kan er natte sneeuw gaan vallen, of misschien zelfs wel wat ijzel. Grootste kans daarop maakt de provincie Groningen, maar ook in Drenthe en delen van Friesland moet men er rekening mee houden. Ook vannacht blijven de temperaturen laag in het noordoosten. Het gaat dan op diverse plaatsen vriezen. Morgen overdag is er nog steeds veel bewolking en van tijd tot tijd valt er neerslag. Vooral in het tweede deel van de dag kan het af en toe stevig doorregenen in een groot deel van het land. In het noordoosten blijft die temperatuur laag en nog steeds zien we daar kans op winterse neerslag. Er is dus ook nog steeds kans op flink wat gladheid daar. Maandag wordt de kou langzaam maar zeker weer verdrongen. Vanuit het zuidwesten wordt het dan steeds zachter en ook de winterse neerslag gaat verdwijnen. En ook dinsdag denk ik eigenlijk dat er overal regen valt. Er is is een kleine kans dat in het uiterste Noordoosten misschien nog wat natte sneeuw valt. Temperaturen liggen dinsdag rond de 6 graden. Dat geldt ook voor woensdag, dan komt de zon weer af en toe tevoorschijn. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.